Bij SAS zijn we ervan overtuigd dat economische groei welvaart brengt. Op voorwaarde uiteraard dat die groei duurzaam of sustainable is. En dat is wat we terugvinden in de projecten hier. De boeren in het zuiden zijn niet louter boeren, maar zijn eigenlijk de ondernemers van het zuiden. Als we hen succesvol maken, zullen zij hun gemeenschap en hun samenleving naar een hoger niveau tillen en veel meer welvaart creëren. Dat spreekt ons echt aan en dat is een van de redenen waarom we met het 20 kilometer van Brussel initiatief volop meedoen. En wat we dit jaar anders gedaan hebben, is dat we eigenlijk het opengetrokken hebben van een aantal getrainde lopers naar eigenlijk iedereen die zin had om die uitdaging op te nemen. En dus vanuit het bedrijf hebben we een coaching traject aangeboden aan de werknemers, waarin eigenlijk een gezonde levensstijl werd gepromoot en waarbij ze fysiek getraind of begeleid werden om de 20 kilometer te gaan doen. Dat werd aangeboden aan de werknemers op voorwaarde, uiteraard dat ze mee fondsen gingen werven om de organisatie te gaan steunen. En het resultaat was dat we eigenlijk veel meer lopers hadden dan anders, dat het een heel goede teambuilding was, de weg ernaartoe, de dag zelf, en dat er eigenlijk heel wat happy faces waren, omdat we fondsen hadden opgehaald, maar langs de andere kant eigenlijk ook een leuke tijd hadden beleefd. Dus dat was twee vliegen in één klap. Het laatste wat ik eraan zou willen toevoegen, of wat ik zou zeker niet willen vergeten om te vermelden, is dat die resultaten gehaald worden door de teams. Dus echt dikke proficiat en thumbs up voor heel het Vredeseilanden team, want zij maken het verschil.